En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het was de week van de klimaattop in Glasgow. De verwachtingen daarover waren niet erg hoog gespannen. Misschien dat kernenergie een optie is? En mag ons huidige demissionaire kabinet eigenlijk wel een handtekening zetten onder een nieuw akkoord? Marktbezoekers in Elst geven op al die vragen hun antwoorden. Op dit moment is in Glasgow de top met de wereldleiders. Wat verwacht u daarvan? Nou, als ik het eerlijk mag zeggen, niet zoveel, want de grootste landen, Rusland, China, zijn niet aanwezig. Dus, en wij met al de EU-landen, ik weet niet of we dus daar iets zouden kunnen bereiken. Wij zijn natuurlijk maar een heel klein vlekje op de kaart. Hè? Al die grote heren en al die grote landen, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Niet zoveel. Ik heb best wel hoge verwachtingen van, want het wordt hoog tijd dat we daar met z'n allen aandacht aan schenken. Ik verwacht er niet zo heel veel van, maar ja, en we hopen natuurlijk dat er iets positiefs uitkomt. Er zal wel weer aangescherpt worden op de huidige regels. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, maar ik hoop wel heel veel. Want het klimaat, dat gaat gewoon niet goed. Nou, ik hoop dat ze het goed gaan doen in ieder geval. Dat ze het gaan indammen, hè? De vervuiling. Weet je, alle kleine beetjes helpen. Daar gaan we dan maar vanuit. Maar of er echt iets concreets uit zal komen, ik weet het niet. We hebben in Parijs dat akkoord ook gehad, is ook niks van terechtgekomen. Dus ik ben niet zo optimistisch wat dat betreft. Nee, nee. Nou, daar verdiep ik mijn eigen heer niet in. Nee? Nee, nee. Ik verwacht er niet veel van, want het is continu CO2-uitstoot, CO2-uitstoot van alles en er gebeurt maar weinig. Nederland wil de fossiele brandstoffen niet stopzetten. Dus dat wordt heel moeilijk. Ja. En ik denk dat dat er wel moet. Wat zouden jullie ervan denken als we kerncentrales gingen bouwen in Nederland? Daar heb ik over na zitten denken. En ik heb met kerncentrales altijd zoiets, het is eng. Maar ik denk dat het wel de minste ruimte en het meeste effecten oplevert. Dat denk ik wel. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. Laat me niet doen. Dan moeten ze eerst verder nadenken hoe ze met afval aan de gang gaan. Is het niet voor mij, maar dan is het voor de generatie die na mij komt. Nou, ik denk alles hè, voor mezelf. Ik heb natuurlijk een leeftijd dat de rest komt wel, bij wijze van spreken. Maar ik denk toch dat we weer naar kernenergie toe zouden moeten. Schone energie, waterstof is ook al zoiets wat gepromoot zou moeten worden. Dus ik denk voor de toekomst. En weet je, die afval is natuurlijk wel heel erg veranderd. Hè? Het dode waard hebben we nog, er ligt nog wat afval. Maar de rest van het afval is nu natuurlijk anders. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. We kunnen wel windmolens doen, we kunnen zonnepanelen leggen. Maar het elektriciteitsnet kan het ook niet aan. Ik weet dat men daar wel mee bezig is. En dat er steeds meer partijen, bijvoorbeeld D66, PvdA, zijn er wel mee bezig. Maar ik hoop dat dat meerdere partijen dat gaan doen. Ik heb het idee dat men juist zich richt op wind en zon en dat soort zaken in plaats van de kernenergie. Ik ben zelf meer van de insteek van juist de windmolens en van het water en op die manier de energie opwekken en niet zozeer de kernenergie. Windmolens en zonne-energie is wel beter dan gas uit de grond halen. Maar dat hebben we ook wel gemerkt bij Groningen. Dat ging ook niet goed. Dus ik ben wel voorstander van zonne-energie en windenergie. Nou, is het kabinet nog steeds demissionair? Zou die besluiten moeten nemen? Zeker niet. Zeker niet. Nee, maar ze kunnen wel het pad effenen voor de besluiten die genomen moeten gaan worden, denk ik. Met een demissionair kabinet kan je geen grote beslissingen maken. Dus ik hoop dat ze daar snel uitkomen. Het oude kabinet is demissionair. Dus die hebben niets te beslissen meer. Nee. Alleen de lopende zaken. Maar het moet zo gauw mogelijk een kabinet komen. Het duurt lang, hè? Ja, het duurt veel te lang. Het is een record. Een naoorlogsrecord. Ja, nee, dat duurt echt te lang. Het duurt lang, ja. Maar ik denk dat het straks goed komt. Ja, ik vind het heel moeilijk. Want ik vind dat ze nu in die coronatijd en nu ook weer te pappen en nat houden.
Je zou als kabinet moeten zeggen, zo gaan we doen en niet een advies. Of we gaan dit. Er is altijd gepromoot. In de open lucht gebeurt er niks. Hè? Het duurt ook veel te lang. En je weet alles precies te vertellen hoe alles moet. Maar er komt ook niet veel uit. Ook in de coronatijd. Het is allemaal niet zoals het zijn moet.